Hi, wij zijn de nieuwe cast van Dertigers. En wij gaan kijken hoe goed we elkaar kennen. Wie lijkt het meest op zijn of haar personage? Ja. Ik weet het niet. Oké, let's see. 3, 2, 1. Mijn naam is met een F. Claire! Yes! Yes! Ja, ik vind het ook zelf. Zo. Ja, echt. Wat vind je daar zelf van, Sebas? Nou ja, ik had het al bij de auditie dat ik dacht, ik herken mezelf zo. Ik ben deze rol. Ik ben hem. Waarom dan? Moeite hebben met een relatie vinden, dat soort dingen. Vooral het zoeken in het nachtleven. Moeite hebben met gevoelens uiten, dat soort shit. En ik vind ook... Allebei een hele goede kledingstijl. Oh, heb jij schat. In TV ook? Dank je wel. Omdat ik denk dat je van reizen houdt en vrij bent. Maar niet omdat ik denk dat je totale bindingsangst hebt. En, ja. Ik snap het. Hey, dit is een leuke vraag. Wie kan het best koken? Tuurlijk. Ja, ik denk dat we het allemaal wel weten. 3, 2, 1. Het is zo cute. Hij post het ook echt op Instagram en zo, dat hij iets heel gezonds heeft gemaakt. Ja. En het is leuk dat hij in de serie dus ook een hele goede kok is. Welkom bij de Rizza Experience. Yes! Kijk, kom maar door met het culinaire extravaganza van vanavond. Heb jij dit soms zelf gebouwd, jongen? Absoluut. Wauw. Dit is het enige wat ik in de winkel had liggen. Ver, wel ver. Oh, lekker. Mijn dealer heeft ze het hele jaar. Ja, oké. Allemaal mijn keuken uit. Laat de meester zijn werk doen. Wij geen risico. Bij deze is iedereen uitgenodigd. Ook de kijkers. Ook de kijkers. Jullie zijn uitgenodigd bij mij thuis. Om te komen eten. Hilversum, waar was de straat? Hilversum. The Sia Experience. Wie is stiekem al een 40er? Jeetje. Oh, ja. 1, 2, 3. Sabri! Je hebt een kortje. Ja, Sabri is een 40er mentaal. Ja. Maar als dat het komt... geen 50er is al. Nou, en omdat hij ook al een kindje heeft. Hij heeft een kindje. En zorg draagt voor een ander mensenleven. Ja. En wij zouden dat eerlijk gezegd alle drie nog niet kunnen. Nee. En hij is daarin echt dus heel verantwoordelijk. Ik denk dat het ligt aan dat ik al een beetje het huisje bompje beestje... levensstijl op me heb genomen, toch? Ja, je bent de enige met een kindje. Ja. Oh god, dit gaat over mij. wat is Teunie's lievelingsdrankje? Moet ik dat zelf ook opschrijven? Ja, ik heb maar eens opgeschreven. 3, 2, 1. Bier. Bier. Ik heb, maakt niet uit als er maar alcohol in zit. Ja, het is wel weer duidelijk dat ik uit Brabant kom. Hè? Dat was al wel duidelijk. Iedereen alles bij zich? Ja, niks vergeten. Mm-hmm. Gaat het? Als je mij maar meeneemt. Oh jongens, taxi is er. Taxi? Ik kan toch gewoon fietsen. Oeh! Taxi? Doe maar een taxi. Wie vergeet zijn tekst het vaakst? Kom maar op, 3, 2, 1. Dankjewel. Maar nu klinkt het alsof ik nooit voorbereid ben. Nee, maar jij bent wel het minst tekstvast. Ja, precies, ja. Nee, omdat ik vind dat je het luchtig moet houden. Nee, dat is gewoon je werk voorbereiden. Ja. Ik heb Teun maar ook omdat hij gewoon een keer in slaap is gevallen in de scène. Is dat zo? Ja. Hoe? Moest hij doen alsof hij sliep? Doen alsof hij sliep, maar toen heeft hij gewoon echt een tukje gedaan op de achterbank. Wat is Teun zijn favoriete personage in de serie? Oh? Oké, wie ik het leukste vind in de welk personage ik leuk als Teun. Vind. Nee, heb jij bij mij afgekeken? Nee. Oh nee, je hebt iets ik zat na te denken. 1, 2, 3. Ja! Shit! Ja! Oh, die was erg hard. Wat grappig, want Steven is wel echt een van mijn beste vriendinnen, maar ik vind Sia gewoon... Ik dacht al, jij zou dit leuk vinden om te spelen. Ja, hij was helemaal jaloers. Hij heeft een komische noot in de serie. Dus toch om wie je wil spelen? Ja, toch een beetje, maar ook ik moet heel erg om hem lachen. En dat heb ik al jaren niet meer gedaan. En je vindt hem ook gewoon hot. Die houdt toch op. Timing. Hey. Ben je niet alleen? Nee. Oh. Oh, sorry. Shit, ik had even moeten appen. Nee, ik ga, sorry. Veel plezier. Of zo, ik weet niet. Het is ook helemaal niet de bedoeling.
Dus, en het moet ook helemaal geen routine worden, dit ding van ons. Wat geen ding is. Dus, nou, maakt niet uit. Suus! Sorry! Suus! Wat? Het is niet wat je denkt. Wie is het meest actief op Instagram? Ja, ik weet het gewoon niet zo goed, want ik zit er zelf niet op. Dus ik zie niets van wat ook. Jullie doen. Ik denk Sebas. Ik denk ook Sebas. Oké, 3, 2, 1. Ja, Sebas. Wat was de vraag ook alweer? Oh. Ja, jij bent echt influencer. Ja. Zo zou ik het wel mogen noemen. Ja. Schat, met 2000 volgers? Nee. Ik heb dus wel eens dat ik een fun video naar jou doorstuur, omdat ik dan hoop dat je een post in je verhaal. Echt? Ja, dus je bent een influencer. Ja. Ik heb invloed op mensen. I love it. Wie is altijd te laat op de set? 3, 2, 1. Yes! Ja. Ik weet van niks, man. 3, 2, 1. Ik heb ons allebei. Oh, wat aardig. Cute. Ik heb jou alleen. Ja, ik heb ook alleen jou. Nee, maar dit is omdat jullie vanochtend te laat waren. Ah. Ja, we hebben zelfs nog gezegd. We hebben hem nog in de groep gezegd. Dit gaan we zeggen. Ja. Ja. Het is ook echt mijn zwakke punt, moet ik zeggen. Ja? Ja, doe mijn best. Jongens, nu leer ik mijn tekst dus niet goed. Nu ben ik altijd te laat. Ja, maar je kan daar ook iets uit. Geen productiehuis. Uit meenemen. Ik ben er aan, hè. Wat is Stephanie haar grootste ergernis? Oh. Ik dacht daar echt aan. Maar dit zit daar ook een beetje in, toch? Ja. Go, go, go gewoon. Ja. Go, go, go. Maar dit ook wel. Echt. Bedankt voor het kijken en het nieuwe seizoen van Dertigers is nu te streamen op NPO Start.